Suriname is een bromkigari met diversiteit aan verschillende bevolkingsgroepen uit de hele wereld. Dit is onze trots en zegen dat we in alle saamhorigheid met en naast elkaar kunnen leven. Zo sprak president Chandrika Persat Santokhi op woensdag 20 oktober 2021 ter gelegenheid van 168 jaar Chinese vestiging in Suriname. Het staatshoofd legde in dit kader een krans bij het vriendschapsmonument aan de Jagannath Lachmanstraat. President Santokhi bleef ook stilstaan bij de relatie tussen Suriname en China. 100 jaar geleden was het zo dat de Franse Republiek China toen in een kritieke situatie zaten, waarbij vele van onze bewoners het land uit moesten voor een beter bestaan. 在中国共产党的领导下，经过百年奋斗，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现民族伟大复兴的光明前景。 Vermelden zo hard is dat door de jaren heen China zich heeft ontwikkeld tot een hele sterk land op economisch, sociaal, maatschappelijk gebied. 中国的发展 给世界带来的是机遇，而不是挑战。 De ontwikkelingen van China heeft gemaakt dus dat er zoveel kansen zullen zijn voor de gemeenschap. En het is geen vijandelijke oppositie. 日前，中国国家主席习近平在联合国大会发表重要视频讲话，提出全球发展倡议，为国际社会提供了又一个重要公共产品和合作平台，进一步彰显了 人类命运共同体的理念. Ook vermelden zwaar is dat ik moet aangeven dat president Xi Jinping op de VN-toespraak heeft gehouden, een goede advies heeft gegeven hoe de samenleving in de totale wereld kunnen samenwerken tot een beter en goed bestaan van onze naties. 中国愿与苏里南共同应对风险挑战，破解发展难题。 加快落实2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的发展。 Er zijn heel veel uitdagingen, sowieso tot het jaar 2030, dat wij allemaal zich moeten bundelen in zowel het sociaal als economisch deel, maar ook het groen milieu is ook ter sprake gekomen. 中国与苏里南是真诚友好、携手共进的好伙伴。 Suriname en China hebben altijd een hele goede relatie gehad. 建交 45年来, 两国关系在相互平等、相互尊重、互利共赢的基础上, 历经国际风云变幻而保持健康稳定发展。 45 jaar Suriname en China, de diplomatieke betrekkingen, hebben allemaal op basis van wederzijdse gelijkheid en respect en vriendschap, hebben wij tot de dag van vandaag nog steeds een hele goede vriend behouden. 苏里南资源丰富，商机无限，是投资兴业的热土。 Suriname heeft heel veel potentie, vooral met onze goede hulpbronnen. Is een hele goede land en natie voor investeerders vanuit het buitenland. 希望旅苏华侨华人继承先辈优良传统，发扬自强不息、厚德载物的优传统美德，积极开拓创新，依法合规经营，同时心系祖国发展。 We hopen dat de Chinese gemeenschap hun goede kanten zullen ontwikkelen en natuurlijk versterken, zodat wij allemaal ons land goed kunnen opbouwen tot een heel sterk natie. 相信华侨华人能够充分发挥与中国联系密切的优势，在苏里南乐业安居，与各友好族群和谐相处，共同发展。 并为促进中苏两国友好关系发展做出更大贡献。谢谢。 Natuurlijk ook blijven communiceren met de Republiek China, zodat wij allemaal ook de steun kunnen krijgen waar nodig, zodat wij allemaal ons land hier kunnen opbouwen en natuurlijk ook bundelen, zodat we een sterk natie kunnen vormen. Ik dank u. 谢谢，谢谢大师。 Elek fauguentif taken insan nantong. Uno lobby brother nanga sisa, welcome. 就像我们一贯以来的称呼对方的，我们就是像兄弟姐妹一样。 And me festeri nanga deifti de. 我恭祝大家对今天的纪念日。
168 jaar Chinese vestiging. 168年 华人定居. Markeert een historie van de ontwikkeling in Suriname met een zeer significante bijdrage van de Chinese gemeenschap. 创造了一个历史性的旗帜. 168 jaren. Ik heb begrepen dat het getallen zijn die een diepere betekenis hebben van het brengen van ontwikkeling, welvaart, maar ook het creëren van rijkdom. 168呢, 我听说这个数字呢, 是一个非常有意思的数字, 啊, 这个数字呢, 除了是一个历史性的数字, 而且呢, 我听说呢, 这个数字呢, 是可以为大家呢, 带来的富裕, 带来的发展的。 Begonnen slechts met 18 personen die hier aankwamen. 整个历史呢, 就由18个人开始。 18, het getal voor welvaart. 18就是富裕的数字. En daarmee heeft u ervoor gezorgd dat niet alleen welvaart gekomen is voor de Chinese gemeenschap, maar is ook welvaart gekomen voor al die andere bevolkingsgroepen van Suriname. 所以呢, 我们看到华人一到了苏里南呢, 就给我们带来了富裕, 还为各个民族带来了富裕。 Een bijdrage waar de andere groepen veel respect hebben. 华人的, 发展呢, 华人的贡献呢, 是给我们所有的民族呢, 给一个很好的这个尊重。 En dat respect en waardering blijkt uit hoe men de Chinese groep hier genoemd heeft vanaf haar vestiging. Omu Snezi. 这个尊重呢, 就可以, 我们可以说到, 在历史性, 在这个 Omu Snezi 就是熟的意思, 啊, 到现在为止, 这个贡献呢, 是不可以少过的。 En Surinamers geven een groep of een persoon slechts de naam Oom, Omu, als men voor die persoon veel en diepere respect heeft. Omu, 就是熟的意思, 熟的意思就是说我们是对你非常的尊重. Ja, net zoals gezegd begonnen, op de hoek van de straat, als Omu Snezi, een winkel, gegroeid. Nu in 2021 naar alle sectoren van de Surinaamse maatschappij, naar alle sectoren van ontwikkeling in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de politiek. Kortom, ze zijn geïntegreerd in alle sectoren van de samenleving. 就按如刚才所说的，华人呢, 就从一个小商店开始发展到目前的各行各业, 就是所有的这些机构, 所有的发展的公司等等，都我们都看到华人的踪影的，所以华人的贡献呢是不可以缺少。 Maar ze hebben ook een bijzondere bijdrage geleverd. En ik vraag alle personen die daarin geïnteresseerd zijn om dat te gaan onderzoeken en misschien daaraan ook een wetenschappelijk onderzoek aan te verbinden. 他们还有一个贡献。 但是呢,这个贡献呢,我就恳求大家呢,自己去发掘了。 De Chinese gemeenschap heeft afgelopen 168 jaar niet alleen gezorgd voor een stukje integratie, maar ze hebben gezorgd dat bijna alle bevolkingsgroepen, maar zeker onze Creoolse broeders en zusters, een Chinese naam gekregen hebben. 说到了华人的融入苏里南的社会呢, 我们不可以不提到, 华人呢, 对其他的民族的影响力有多大, 这影响力呢, 也融入到特别的, 是我们, 这个黑人的, 群族呢, 也有我们中国人的, 这个血统的。 Maar is ook een groep die zorgt op het gebied van beleid, op het gebied van internationale samenwerking, op het gebied van diplomatie en op het gebied van de bilaterale samenwerking met China, dat die een belangrijke bijdrage levert aan die samenwerkingsrelatie.
华人呢，除了对苏里南的国内的发展呢，还有呢国外的、国际的这个共同的发展，也做出了很多的贡献。 And that sort of ook ervoor dat de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en China altijd heel hoog op de agenda staat van de politiek en ook van deze regering. 所以呢，在苏里南的政府呢，特别是我们这一届的政府，对于中苏两国的关系呢，这个尊重还有这个发展呢，是一个对我们来讲是一个非常重要的一个项目。 We hebben afgelopen periode gemerkt hoe belangrijk de samenwerkingsrelatie met China is. 我刚刚也提到了，中苏两国的关系呢是有多重要。 We hebben afgelopen periode gezien de bijdrage die China levert aan de ontwikkeling van Suriname. 我们看到了以往呢，中国跟苏里南的这个发展取得了什么的成绩。 We kunnen een heleboel projecten noemen, maar mede tegen de achtergrond van waar Suriname nu bevindt, namelijk de COVID-situatie. 有很多的合作的项目，而且呢，目前的这个新冠病毒这个抗疫行动。 Wil ik slechts twee noemen, namelijk ons Wanika ziekenhuis, welke gebouwd is met een grant van China. 可以提到的两个重要的项目，就是Wanika医院的建设工程，是对这个新冠病毒非常的重要。 Welke een zeer belangrijke bijdrage ook nu levert in het kader van COVID-beheersing. Aan de andere kant noem ik ook de bijdrage die China geleverd heeft aan Suriname, aan de Surinaamse gemeenschap, om vaccins hier te brengen. En zeker noemen we in dit kader de Sinopharm. 第二个大项目呢，就是中国捐赠的10万支这个国药的疫苗到苏里南。 En dat is bijzonder belangrijk. Geachte aanwezigen, vaccins en je laten vaccineren, dat is de enige optie die we op dit moment als land hebben. 所以这个目前呢，我们最重要要需要进行的、需要做的就是抗疫行动。这抗疫呢，就是我们要打疫苗，大家都要进行的，就是有政府的这个措施，我们要遵守。 En ik bedank de tussenkomst van de ambassadeur. De Chinese Volksrepubliek voor deze ondersteuning. 我非常的感谢中国驻苏里南的大使馆呢，为这个抗疫行动呢做出了巨大的贡献。 En ik wens u allen te feliciteren met deze dag, de historische dag die we herdenken, de vestiging van de Chinese gemeenschap in Suriname. Een periode waar wij allemaal als broeders en zusters leven in dit land. En dat we samen één natie vormen. Wambrum Chijari. En dat Unulek Serna Mang. We moesten doen alasani. Dat de eenheid in Akondre. A eenheid voor een natie. A Brum Chijari. Am Tango Doro. Telek duizenden jari. En gaan bijdragen voor een Chinese gemeenschap. Met Taiju Grantangi. Gefeliciteerd. Congratulations. All of you. 最后呢，我真的希望大家在这个历史性的节日上呢，我就希望大家可以继续共同发展，跟其他的民族在我们这个多民族的国家有个非常好的历史性的发展。我非常感谢大家，让我们大家呢就像兄弟姐妹一样生活在这个美好的国家。谢谢大家。 Hoe definiëren we het in historisch perspectief? Ik denk dat 168 jaar niet niks is. Ik denk dat de dag toen, 168 jaar geleden, dat de eerste 18 mensen hier zijn aangekomen, dat dat voor hun ook iets nieuws is. Het is een uitdaging, er is heel veel durf voor nodig geweest.
Maar dat betekent wel dat er een feitelijkheid heeft plaatsgevonden dat de eerste Chinezen in Suriname zijn aangekomen. Ik denk dat deze dag een focus moet zijn voor de Chinese samenleving in Suriname. En voor de Surinamers dat deze specifieke groep deel uitmaakt van de Surinaamse samenleving. En ik ben sowieso voorstander van de immigratiedagen voor verschillende bevolkingsgroepen. Het geeft de attentie aan die specifieke groep. En het heeft te maken met de verscheidenheid in eenheid gedachten. We hebben steeds gehad over eenheid in verscheidenheid. Maar als je het omdraait, de verscheidenheid in eenheid. En dat is precies wat we nodig hebben om uit deze pandemie te komen. We gaan het samen moeten doen. Yes, ik kan me helemaal terugvinden in wat mijn collega heeft gezegd. Het is eigenlijk een trots van Suriname dat verschillende bevolkingsgroepen in harmonie en vrede samen hier leven en samen het land ontwikkelen. Het is onze trots, het is onze beroemde jari. En we moeten dat behouden. 168 jaar terug waren 18 Chinese contractarbeiders gekomen. En ze zijn gebleven, ze hebben Suriname helpen ontwikkelen. En vandaag de dag zien we eigenlijk dat de Chinese groep een deel uitmaakt van de Brumjijari. In alle sectoren zien we de voetsporen van de Chinese groep. Daar hebben we het niet alleen binnen de ondernemerswereld, maar ook bij de notarissen bijvoorbeeld, advocatuur, medisch, onderwijs, et cetera, et cetera. Zelfs in de politiek. Zelfs in de politiek. Ja, en dus daarom zien we eigenlijk dat een deel is. Het is niet apart, maar het is het geheel. En dat moeten we blijven behouden. Kijk, het is bijzonder. We zien ook dat de president vandaag aanwezig is hier. En het komt niet vaak voor dat de president aanwezig is. En dat is ook een teken van de vriendschappelijke relatie tussen de twee landen. En China heeft Suriname weliswaar altijd ondersteund. Niet alleen de afgelopen 10 jaar, maar daarvoor ook. Met een heleboel grantprojecten. Kijk, NIS is ook een ander voorbeeld van een grantproject van China. En de ondersteuning gaat door. En de samenwerkingsverband gaat ook door. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect moet de relatieverband versterker worden. Nou, er is heel veel dat aangepast moet worden, vooral in de wetgeving. We waren bezig geweest met de investeringswet. Wij hebben ook een aantal dingen die wij hadden voorbereid toen de tijd, zoals standaarden, wetgeving op standaarden. Nou ja, ik niet zeggen wetgeving, maar echt de standaarden te ontwikkelen. Als wij willen meedoen, dan zullen wij producten moeten kunnen leveren, zij het toerismeproducten, zij het agrarische producten, industriële producten die volgens een bepaalde standaard zijn gemaakt. Zo ook wanneer wij investeerders hier aantrekken, dan moet je ook kunnen aangeven dat die standaarden aanwezig zijn in Suriname. Dat die wetgeving er is, dat die garantstelling er is bij de banken. Dat zij hun investering niet zomaar kunnen verliezen. Dat zijn allemaal dingen die in ontwikkeling zijn, maar we zullen het zo snel mogelijk moeten oppakken, zeker gezien de olie- en gasindustrie. Boskopu sama wachari na winawang. Winawang. Trafas nonde. Wins opet tatam komopo. Wisa seti kondrebun. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is vandaag de dag. Zeker ook met de diversiteit aan culturen die we hebben. Dat wij er door deze economische situatie, door deze pandemie, er samen doorheen zullen moeten komen. En we moeten elkaar koesteren. Kijk, dat was mijn campagne slogan geweest. Mijn naam is Wang en Wina Wang. En dat is de eenheid die we moeten bundelen. En absoluut geen verdeeldheid. Vooral in deze moeilijke situatie. We hebben alle bevolkingsgroepen nodig. We hebben iedereen nodig. Om samen ons land te ontwikkelen en Suriname tot een hogere hoogte te brengen.